Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik deze Lima IRM, die is al een paar keer eerder langsgekomen. Deze heeft nog gloeilampen hier zitten. En bij mijn dummy motorwagen heb ik gemerkt dat daar het plastic doorgesmolten is. Dus ik wil ook bij deze daar LEDs in gaan zetten. Nou. We beginnen natuurlijk met het verwijderen van de kap. Als je met een tandenstoker hier achter steekt, dan en met je nagel een beetje hieronder, dan komt hier een pinnetje tevoorschijn. En dat zal zitten voor de rest hier over de hele lengte. Aan de andere kant hetzelfde. Zo. Zat hier nog een schroef in. Hier zat geen schroef in verder. Dus als het goed is. En het niet meer vastklikt. Oh ja, vergeet niet de koppeling aan de voorkant te verwijderen. Dat maakt in ieder geval dat hij een stuk makkelijker loskomt. Zo. Aan de achterkant zit hier ook nog een pin. Kijk aan. Ik haal even de pantograaf los. Aangezien ik de kat weg wil leggen. Nu zitten hier de twee gloeilampen en drie draden erop. Deze is de gedeelde plus van de decoder die hierin zit. Hier zit nu een, dat heb ik ook al ingezet, volgens mij een ECU decoder. Dit is de rode verlichting en dit is de witte verlichting. En hieronder zit inderdaad de ECU die ik er zelf in gesoldeerd heb in een vorige aflevering. Nou, de lampen moeten los. Er moeten weerstanden tussen. En ik moet even goede lampen vinden. De weerstanden ertussen, lampjes er vervangen, is niet zo heel moeilijk. Ik gebruik voor mijn rode de 820 ohm weerstand. En ik moet even kijken. Ik heb volgens mij nog van deze kleine witte. Ik moet even kijken hoe fel die zijn. En of dat die ook met 820 ohm kunnen. Als die met 820 ohm kunnen. Dan zet ik er één weerstand. Hier tussen de blauwe kabel. Als die daardoor te fel worden. Dan pak ik twee weerstanden. Die ik gebruik tussen deze kabels. Zo, het zit erin. Ik heb ook meteen de bedrading veranderd dat hij als hij vooruit gaat volgens de decoder de witte lamp doet en achteruit de rode lamp de motor even omgedraaid. Iets wat ik natuurlijk ook in de software had kunnen doen.
Maar nu die toch open was, zo is de rode verlichting. En zo is het een stukje rustiger. Het is niet bijzonder moeilijk. Hetzelfde recept eigenlijk als bij de meeste andere treinen. Weerstand ertussen, lampjes vervangen en klaar. Ik ga hem in elkaar zetten en terug opbergen. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Like en subscribe. Laat berichtjes achter, vind ik ook leuk.